het is nu helemaal rond. Nederland door naar de kwartfinale. Na een ongelofelijke uitputtingsslag. Voor de vijfde keer kan de halve finale worden gehaald van het wereldkampioenschap. Want Nederland is zo dicht bij een halve finale, zou je denken, op het moment dat je Costa Rica treft. Maar is er nu zo ver vanaf? En als het penalties wordt, dan ben ik er echt van overtuigd dat we eraan gaan. Echt waar. Zaterdagavond moet het gaan gebeuren voor Oranje. In Salvador, waar eerder Spanje met 5-1 werd afgedroogd, kan het de halve finale halen. Maar dan moet het wel eerst met Costa Rica afrekenen. Zaterdag is die laatste kwartfinale uit de reeks van vier die Nederland dan gaat spelen in Salvador tegen Costa Rica. Wordt weer winnen, hè? Nou ja, daar moeten we wel voor gaan. Ik bedoel, het is sowieso weer mooi dat we in de kwartfinale staan. Ja, als je die wint, ben je bij de laatste vier. Eerst Mexico uitzwaaien en daarna Costa Rica. Dat is het doel. Het zal ook zeker niet makkelijk worden, omdat je weet dat hun tegen hele goede landen ook goede resultaten hebben geboekt. Costa Rica is hier niet zomaar gekomen in deze kwartfinale. Je moet er toch niet aan denken dat we de geschiedenis ingaan om in een kwartfinale door Costa Rica uitgeschakeld te worden. Terwijl we al van Spanje hebben gewonnen. Ja, we willen Costa Rica ook uitschakelen. Ik denk dat het een hele moeilijke wedstrijd wordt. Nigel de Jong is 2 tot 4 weken uitgeschakeld, hoorden wij zojuist. En daarmee is dus zeker dat hij dit WK in elk geval niet meer in actie zal komen. Men moet vrezen, dat moeten we allemaal, dat het voor hem gezien is, dit WK. Hij was fantastisch bezig. Hij heeft een weergeloos WK. Nigel was een basisspeler en een belangrijke pion. Het is echt onze rots in de branding. Hij was heel belangrijk op het middenveld. En daarom gaan we hem ook zeker missen. Zo 4,5 uur tot aan de aftrap voor die wedstrijd tegen Costa Rica. De buitenwereld ziet Nederland als favoriet in deze wedstrijd. Eigenlijk voor de eerste keer echt als favoriet. De buitenwereld heeft geroepen dat wij niets op dit toernooi te zoeken hadden. Dus als we daar iets van hadden aangetrokken, dan waren we hier niet geweest. Ik wil gewoon verder. Ik wil wereldkampioen worden uiteindelijk. Ja, het gaat om wereldkampioen te worden. Ik moet wel eerlijk zeggen dat we vanaf het begin eigenlijk ook de doelstelling was. Wereldkampioen worden. Dus er is team spirit, voor zover jij en ik en wij hier allemaal dat kunnen waarnemen. En we zijn op weg en dan moeten we alleen Costa Rica nog even verslaan en daarna Argentinië. En dan zijn we pas in de finale. De tegenstander in die halve finale is bekend. Alleen weten we nog niet of Nederland die halve finale haalt. Wij hebben altijd gezegd, wij zijn een moeilijk verslaanbare ploeg. Voor de vijfde keer kan de halve finale worden gehaald van het wereldkampioenschap. En nu snel vooruit. Kuyt is mee aan de rechterkant. Goed gespeeld. Depay, schietkans. Betere schietkans. De Persie. Oh, en dan nu Sneijder. Ja, de keeper wordt er niet moeilijk genoeg gemaakt. De grote kans was eigenlijk voor Van Persie in deze aanval. En de nastoot voor Sneijder. De bal is voor Costa Rica. Voor Ruiz. Maar geeft de bal wel weg aan Van Persie. En als ze dan de bal verliezen, dan kan je daar wel van profiteren. Dus. De paai doorlopen en schieten en scoren. Ah! En dit had ook zomaar 1-0 kunnen zijn. Ik denk dat ik hem niet voor raak, een korte hoek. En hij houdt hem met zijn been eruit. Zonde. Dit is natuurlijk wel een bewuste overtreding. Als hij maar heel blijft. Weer een overtreding op Robben. Scheidsrechter. Hij heeft het toch gezien. Wekte even de indruk te negeren. Hij neemt hem en... Ja, die keeper van hen ook, die heeft er ook enorm van uitgehouden. En hij wilde er maar niet in. Robben, 2 man voorbij, en hard getackled. Diaz was daar weer bij. Ik denk dat we bij Vlaag zeker heel goed gevoel hebben vanavond. En dat beter dan de voorgaande wedstrijden. We hadden meer balbezit. Robben, Sneijder. Goed bedenksel. Maar toch moeilijk uit te voeren. Nou ja, waar we voor gekozen hebben, waar we eigenlijk het hele toernooi al een beetje voor kiezen, is dat je toch een klein beetje inzakt, dat je eigenlijk je eigen ruimte creëert. Kijk, je kan het vast gaan zetten, je kan ze elke keer dwingen tot een lange bal. Ze moeten benut worden, weet je. Of ik het nou ben of iemand anders. Je gaat op en neer, een paar kansen gehad. Robben.
breekt het nu open. Robben de langs. En gepakt. En penalty. Nee. Hij geeft hem er buiten. Het is er ook buiten. Wesley Sneijder. In één keer. Op de paal. Sneijder. Bij de tweede paal is kuit. Daar dus ergens. Hier Van Persie. Oh, dit was je moment, man. En dit moet toch een doelpunt zijn? Ja, dan moet je sterk zijn. En dan ga je van de ene emotie in de andere emotie. Ja, normaal vlogen ze wel erin elke wedstrijd. Alleen, ja, helaas nu niet. Robben. De snelheid. En weer de overtreding tegen Robben. Van Diaz, die al geel had, hè, in de eerste helft. 92e minuut. Robin van Persie. Op de vuisten van Navas. Blind. Nu dan! Hoe bestaat het? Hoe bestaat het? Maar hij zit er niet in. Het voorlopig laatste fluitsignaal. De 90 minuten zijn verstreken. Er is niet gescoord. Rustig aan, gebaart Arjen Robben naar de bank. Hij heeft er kennelijk nog alle vertrouwen in. We hadden meer balbezit. En we creëerden kansen. Maar goed, dan blijven zij steeds wel lekker in hun eigen organisatie staan. Elke keer met vijf. En je zag toch dat ze, kijk, voetballend gezien is het niet de beste ploeg. Nee, we hadden wel goed gevoel gehouden dat we die wedstrijd zouden winnen. Ja, nee, het was zenuwslopend. Kijk, ook voor ons, wij gaan tot het uiterste. Nou, we hebben wel veel kansen gecreëerd, maar we hebben geen pijn gedaan. Er was geen onnodige fouten achterin. Kopje erbij, zij zijn kapot. En ze willen echt alle mogelijkheden nemen om Nederland uiteindelijk tot penalties te krijgen. Maar dat gaat ze niet lukken, hoop ik. Robben. De kopbal van Vlaar. En de keeper heeft hem. Weer dichtbij, een doelpunt. Ik kom er steeds dichterbij. Het zou mooi zijn als je een keer binnenvalt, maar het maakt mij geen reet uit wie er scoort als ze maar winnen. Het zag er misschien niet helemaal lekker uit, maar ik had hem nooit echt druk gemaakt dat hij me op de stip zou leggen. Maar ja, goed, uiteindelijk moet hij wel een beslissing nemen en dat heeft hij gewoon goed gedaan, de scheids. Nederland gaat iets opmerkelijks doen, denk ik. Nederland gaat straks de keeper wisselen voor de penalties. Gaat straks Tim Krul in het doel komen voor de penalties? Krul warming up. Tim Krul of Newcastle United. Nou, ik hoorde het voor de wedstrijd natuurlijk, dat de kans bestond, als we nog een wissel over hadden, dat ik... erin zou kunnen komen. Nee. Wij kijken gewoon wie de beste penalty killer is. Ureña, handenbindertje. Ureña, laat hem niet door. Hij is er door. Oh, daar gaat hij. Het is afgelopen voor Nederland. Nee, Sillissen, daar gaat hij nog. Ja, daar stond Jasper erg goed en die pakte hem erg goed. Jasper pakt die bal in de laatste minuut. Anders komen er geen penalties. En dat is ook fantastisch. Ja, ik ben blij dat ik mijn aandeel heb mogen hebben in deze wedstrijd. Jasper pakt die bal heel erg goed en houdt ons in leven. Nou, dan de Sneijder. Vanaf de linkerkant. Sneijder! Op de lat! De kuit! Nee, Robben heeft geblokt! Ach, het mag ook niet! Ik denk dat we zoveel kansen hebben gekregen vandaag om het al eerder te beslissen. Volgens mij drie keer op de lat, één keer op de paal. Vandaag was echt een dag waarop we op zich niet slecht spelen, maar die bal wilde er niet in. Er was er eigenlijk één ploeg die verdiende te winnen en dat waren wij. Na 120,5 minuut, nummer 1 eruit, nummer 23 erin. Wat gebeurt hier nu, denken die Costa Ricaan? This is a story, this is a real story. Big managers have to make big calls at times and that is a huge call. Gewisseld wordt is nooit leuk en op dat moment dan baal je. Het is volbracht deze wedstrijd, het gaat aankomen op penalties. En dan is het penalties. Ik dacht tot de laatste minuut van de lenging van we schieten die bal er nog wel in. Want we verdienen het gewoon ook om te winnen. Het is een zware wedstrijd. Hè. We hebben diep moeten gaan. En tijdens die wedstrijd gewoon wat op de uiterste. Ik heb op het laatste heb ik overal zo wat kramp gehad. En dan is het meestal dat de ploeg die de kansen mist ook de penalties verliest. Dat is wel bij mij door mijn hoofd gegaan. En uiteindelijk is penalties dus gewoon een loterij. Wie gaat er voor het Nederlands elftal penalties nemen? Wie is het Nederlands elftal op weg te helpen naar de halve finale? Borges dus.
Gewoon rechtdoor schoot hij hem tegen Griekenland. En nu kiest hij een hoek en is hij trefzeker. Van Persie, laat dit je beste trap van de avond zijn. Van Persie, hij zit erin. 1-1. Ik heb alles gedaan in mijn mogelijkheid om de jongens een soort van af te leiden. Dan komt nu Ruiz. Hij stopt er! Ja, toen ze de eerste penalty misten, was ik ervan overtuigd dat we gewoon doorgingen. Nederland heeft nu zijn lot in eigen hand. Nou, ik zag in zijn ogen zie je dat hij enorm veel vertrouwen had. En dat straalde hij ook uit en dat zag je ook bij het nemen van de penalties. Arjen Robben. Om Nederland een voorzet te schieten. 2-1. Geen kans voor de keeper. He was playing mind games, wasn't he? He was walking up to them beforehand, having a little chat with them. González schoot hem tegen drie keer midden door. Hij zit er weer dichtbij. Maar deze telt. 2-2. De paal geraakt, de lat geraakt, nu de touwen. 11 meter, Sneijder. Scoort! Scoort! Deze pakken en Nederland heeft net scoort. Tim Krul, kom op Tim! Houd die zwijn, pak die bal! Pak die bal! Nou, hij zit hier in de goede hoek. Hij zit weer in de goede hoek, maar hij heeft hem net niet. Niet te stoppen. En dan komt nu Kuit. Je hebt alleen maar één ding en dat is die bal erin schieten. Als hij maar niet te hard gaat, dat hij tegen een lat of zo gaat. Kuit, schiet raak! Yes! Kuit, schiet raak! Als er nu gemist wordt, dan is Nederland door naar de halve finale. Deze stoppen en het is klaar. Maar dan moet er wel gemist worden. Of, leuker nog, Tim Krul moet hem stoppen. Nou, Krul gaat hem pakken, ik weet het zeker. Daar gaat hij. Umanya, goal! Ja! 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 Tim Krul, ik geloof in je! Wat is dit goed! En weer Jack, weer een beslissing van Van Gaal. Weer een beslissing die hij Van Gaal heeft genomen. Ja, dat zijn we niet. Dan sta je in de gewone halve finale van de WK met twee penalties te pakken. Dit is echt dik te ding. Ja, geweldig. Ja, dat zo uitpakt, dat is echt de jongensdroom. Niet door naar de halve finale, wie had dat durven denken van tevoren? Ja, met deze spirit kom je echt in de lijn, toch? We hebben nooit opgegeven, we gaven nooit op. Tim Krul speelt niet, zit achter Jasper, wordt gewisseld, pakt twee penalties. Dus op een gegeven moment is gewoon nu de held van Nederland. Ja, als je dan op zo'n moment moet invallen en dan gewoon twee penalties pakt... Ja, chapeau. What a performance, what a piece of management. We said he'd live and die by that decision. Well, he lives and he lives into the semi-final with his Dutch side. Ik ben overmand door genialiteit. Big managers have to make big calls at times and that is a huge call. Weer zo'n fantastisch mooi voorbeeld dat je het met z'n allen doet. Het is echt de beste groep waarmee ik samengewerkt heb. En we hebben echt een team dat gewoon niet opgeeft en met heel veel kwaliteiten. En hopelijk kunnen we dat twee wedstrijden volhouden. Ja, het is weer een stapje verder. En we hebben nog steeds niks, maar we gaan weer met vertrouwen naar woensdag toe. De doelstelling van de KNVB, die hebben we behaald. Dus daar ben ik blij om. Maar wij hebben nog een hoger doel. Voor de vijfde keer heeft het Nederlands elftal de halve finale bereikt van het wereldkampioenschap. Wij geven nooit op! Nooit! Ja!